ik weet hoe het is om geframed te worden. Dat betekent met beelden een beeld neerzetten wat niet strookt met werkelijkheid. Ja. En dat zie ik nu ook met de drillrap gebeuren. Om met jou zelf te beginnen. Ja, kijk, als we nu 4 jaar verder zijn en er zijn nog steeds mensen die zeggen van hij verdient geen podium. Ik heb het gevoel dat ik ben neergezet als een monster of zo. En ik heb, ja, als ik terugkijk naar die tijd, dan denk ik, ja, oké, ik was een 19-jarige jongen die gewoon een grote mond had. En de meeste dingen die heb ik gewoon gefilmd. En ja, sorry, maar ik kon het niet mooier maken. Zo was ik op dat moment. En zo zag mijn leven eruit, dus ja. Ja. Het was soms iets onschuldiger dan je nu doet voorkomen, maar... Ja, ik denk dat er heel veel over is gepraat, maar heel weinig met me. En daar gaat het mis. En... Mm-hmm. Want dat is de parallel met de drillrappers. Ja, ook. Niemand kent die jongens. Niemand heeft die jongens echt gesproken. Dus weet je, dan is dat een eenzijdig verhaal. En ik denk dat het daarom ook goed was om met die jongens te praten. Want dan heb je een compleet verhaal en dat is altijd wel eerlijk. Ja. Maar ik moet ook wel gewoon eerlijk toegeven, hè, dat is ook wel belangrijk. Ik bedoel, ik was een vervelende jongen. En het lag niet allemaal aan de media. Ik was ook gewoon niet de braafste. Maar ik denk dat we juist als iemand zijn leven beter, dat we die moeten stimuleren. Zodat de jongens die ook naar mij kijken denken van oké, dus dat kan toch wel, weet je. Want die jongens krijgen ook het gevoel van, die jongen heeft zijn leven verbeterd al 4 jaar lang. En er zitten nog steeds mensen die zeggen van ja, hij verdient geen podium meer. Ja. Nou, je hebt ook excuses gemaakt, dat hoort er ook bij om dat te zeggen. Ja.